Kristin, jij neemt ons mee naar het erfgoedcentrum. Wanneer is het allemaal ontstaan? Nou, dat is alweer een aantal jaren geleden dat de plannen voor Rosette ontwikkelden door de gemeente Arnhem. En dat langzaam door de partners die meegingen naar Rosette bedacht is dat het een heel mooi idee zou zijn als we een erfgoedcentrum zouden ontwikkelen. Waarbij Museum Arnhem, dus het oude historisch museum, zou samengaan met de Gelderland Bibliotheek. En dat ze daar samen met de hele wetenschappelijke bibliotheek alle mooie boeken over Arnhem en Gelderland en een museumcollectie één nieuw centrum zouden gaan vormen. En het historisch museum bestaat niet meer in de Beekstraat. Is alles meegegaan naar het erfgoedcentrum vandaar? Nou, we hebben heel veel spullen in depots. We hebben een nieuwe keuze gemaakt uit onze collectie. Sommige dingen zijn mee, andere dingen weer niet. Maar er zijn ook dingen die al jaren in depots zich bevinden. Die zijn nu hier weer wel te zien. Dus ja, ook weer heel veel nieuwe dingen. Het is vrij toegankelijk. Wat kun je allemaal vinden? Nou, het mooie is van dat het vrij toegankelijk is, is dat het heel laagdrempelig is. En dat je ook gewoon even voor 5 minuten binnen kan komen. Even naar het poppenhuis kijken. Of naar de expositie over de geschiedenis van Arnhem. Want die hebben we hier ook. Of dat je denkt van, hey, ik wil iets weten over familieonderzoek. Over straat waar ik woon in Arnhem. Er zijn ook boeken, tijdschriften over Arnhem. Dus je kan zowel objecten bekijken, genieten. En ook een beetje onderzoek doen naar de geschiedenis van Arnhem. Ja, we staan nu in de schatkamer waar eigenlijk niemand mag komen. En dat is natuurlijk omdat hier hele kostbare oude boeken staan. Welk boek laat je ons nu zien? Ik laat nu een boek zien, of beter gezegd een handschrift uit het einde van de 15e eeuw. Geschreven in 1473, het echte monnikenwerk, zoals jullie zo zullen zien. Het zit in een fraaie perkamenten band, die is wat recenter, uit de 17e eeuw. Met het stadwapen van Arnhem erop, waar we uit af kunnen leiden dat het uit de bibliotheek van de stad komt. En dat is later dus bij de openbare bibliotheek terechtgekomen. De inhoud is op perkament, perkamenten vellen, handgeschreven. Het is een wereldkroniek. Het geeft dus de geschiedenis van de wereld weer tot het moment dat het afgerond is in 1473. Heel fijnmatig geschreven. En wat erg prachtig is, vind ik in ieder geval, zijn illustraties. Het is heel rijk geïllustreerd, waardoor de wereldgeschiedenis niet alleen in woord, maar ook in beeld wordt uitgebeeld. En hoe oud is het boek precies? Het is geschreven in 1473, of althans afgerond in 1473, door een monnik in Keulen. Dus het is toch een behoorlijk stukje terug. En daar mogen wij eigenlijk normaal gesproken niet in bladeren. Jij wel. Wanneer kunnen mensen deze boeken verder zien als het hek open gaat? Nou, we hebben regelmatig rondleidingen, zou je het kunnen zeggen. Waar we dus elementen uit deze schatkamer, maar ook uit ons depot, waar nog veel meer licht uit de geschiedenis van de bibliotheek laten zien. En dat is gemiddeld 2-3 keer per jaar. Karen, wie komen er allemaal naar het erfgoedcentrum? Het is heel divers. We hebben bezoekers voor meer het museale gedeelte. En we hebben hier bezoekers die onderzoek komen doen. Hier in het erfgoedcentrum hebben we ook de collectie van de Gelderland Bibliotheek. En wij verzamelen en bewaren alles dat er wordt uitgegeven over Gelderland. Dus we hebben boeken, tijdschriften, brochures en naslagwerken over Gelderse plaatsen en Gelderse onderwerpen. Dus er zijn ook mensen die hier gewoon komen om een boek te lenen of om meer uitgebreid historisch onderzoek te doen. En je kunt de boeken lenen en sommige kun je ook gewoon inzien. Maar waar is nou het meeste vraag naar? Dat is heel divers. We hebben een hele uitgebreide collectie boeken over de Slag om Arnhem. En dat is wel een onderwerp waar veel mensen voor komen. Dat is wel echt een onderwerp waar mensen nog onderzoek naar doen. Daarnaast zie je ook wel dat stamboomonderzoek of onderzoek naar de geschiedenis van de familie, dat veel wordt gedaan. Dus we hebben ook een collectie boeken over genealogie. Die staan op de wand hier achter ons. Daar komen mensen ook onderzoek naar doen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook tijdschriften van alle historische verenigingen in Gelderland. En dus de boeken gewoon over algemeen Gelderse onderwerpen. Er is natuurlijk heel veel te zien en te lezen hier. Veel museumstukken, veel boeken. Maar wat zijn nou de thema's waaraan jullie het allemaal ophangen? We hebben de boeken inderdaad onderverdeeld in thema's. Er zijn 11 thema's. Die staan hier op alfabetische volgorde. Het begint vooraan met geloof. Dan hebben we het thema groen, industrie, kunst, oorsprong, stad, stedenbouw, strijd, vrije tijd, wegenbouw en water. Binnen die thema's zijn de boeken weer onderverdeeld op gemeentenaam. Dus bijvoorbeeld bij het thema kunst komen eerst de boeken van Kunst Apeldoorn en dan Kunst Arnhem en zo verder. En zo is het dus heel gemakkelijk. Wanneer je bijvoorbeeld iets zoekt over de Slag om Arnhem, dan kijk je bij het thema strijd,
plaatsnaam Arnhem en dan vind je daar alle boeken over de Slag om Arnhem. Ja, het erfgoedcentrum is natuurlijk gehuisvest beneden in Rozet. Je moet een paar trappen af en dan kom je in een prachtige ruimte. Hoe is precies het erfgoedcentrum opgebouwd? Wat zie je allemaal? Nou, in het erfgoedcentrum zie je in het middengedeelte de geschiedenis van Arnhem. Dat laten wij zien aan de hand van 55 objecten. En er zijn overal mooie audio- of geluidsfragmenten bij van Arnhemmers in heden en verleden die iets vertellen over die objecten. Dus dat is in het middengedeelte vertellen wij de geschiedenis van Arnhem. En als je verder wil kijken, verder wil studeren, dan kun je naar de bibliotheek. Die ligt daar omheen. En daar kan je boeken aanvragen, boeken inzien. Iets wat je zelf wil weten of iets wat je in de tentoonstelling ziet. En hoe zijn jullie aan alle artikelen en spullen gekomen? Heel veel hebben wij in onze collecties. Dus de collectie van de Gelderland Bibliotheek en van Museum Arnhem hebben wij zelf in de collectie. Maar we hebben 11 thema's bedacht die we hier willen laten zien. En van sommige thema's, zoals industrie, daar hebben we in ieder geval qua objecten heel weinig van. Dus bijvoorbeeld van de Enka hebben we van de archivaris van de AXO, hebben we uit hun bedrijfscollectie garens gekregen. Want het klinkt heel raar misschien, maar ze hebben heel veel garens gemaakt. Maar er zijn eigenlijk heel weinig garens bewaard gebleven van de afgelopen 40 jaar. En dat soort dingen hebben wij niet in de collectie. Dus dan hebben we bijvoorbeeld van de Enka, of in dit geval, hebben we garens gekregen. En wanneer waren de eerste mensen in Arnhem? Nou, het leuke is, als je binnenkomt het erfgoedcentrum, dan loop je daar eigenlijk tegen de eerste vitrine aan. En dan zie je de standvoetbeker uit de grafheuvel van bij Warnsborn. Daar liggen er een aantal. En die laten we ook zien. Dus dat is eigenlijk het begin, de tijd van de jagers en de stuwwallen. Dat de bewoning in Arnhem is begonnen op de stuwwallen. En de mensen die daar leefden zijn van 5000 en naar nu toe zijn ze langzaam afgezakt langs de beek, de Jansbeek. Zo langzaam eigenlijk naar de stad, naar beneden toe. Nu heeft het erfgoedcentrum een beetje een museaal karakter, maar er is geen museum. Nee, het is geen museum. Het is juist een erfgoedcentrum. Weer wat nieuws is het ook nieuw in Nederland. Dat wij, een bibliotheek, een wetenschappelijke bibliotheek, wat heel laagdrempelig is en waar iedereen net als in een gewone bibliotheek kan lenen, combineren met museale voorwerpen. Die mix-up, dat is gewoon uniek in Nederland. Ja, als ik denk aan de geschiedenis van Arnhem, denk ik ook aan het Castellum bij Meinerswijk. Is er ook iets te vinden? Ja, dat hebben we zeker. We zijn ook heel trots dat wij deze steen hebben van het Castellum in Meinerswijk. Dus in de derde eeuw na Christus is daar een stenenfort gebouwd. En het Castellum in Meinerswijk maakte onderdeel uit van de Liems. Dus dat was eigenlijk de noordgrens van het Romeinse Rijk. Dat was gewoon een hele, een aaneenschakeling van forten, fortificaties om het Romeinse Rijk te verdedigen. En daar heeft het Castellum van Meinerswijk heeft daar onderdeel van uitgemaakt. En daar hebben jullie een stuk van hier liggen? Nou, er zijn opgravingen geweest al in de jaren 70. Dus we hebben ook in onze collectie ook dakpannen. En er zijn ook andere onderdelen die daar allerlei vondsten die gevonden zijn. Wij vinden zelf deze het meest spectaculair. Ook door de letters. En het betekent dat het eerste legioen is van de godin Minerva. Althans, dat is de interpretatie van de steen. Arnhem-Zuid ontstond eigenlijk al voor de Tweede Wereldoorlog. Toen waren er al huizen gebouwd. Maar wilde iedereen daar wel naartoe? Nee, absoluut niet. Het was natuurlijk wel goed bedacht. De stad moest uitbreiden aan die kant. Maar ja, de rivier de Rijn was toch een brug te ver, zal ik maar zeggen. Mensen wilden daar gewoon niet wonen. Maar goed, die huizen stonden leeg. En toen zijn er allerlei reclamecampagnes geweest om mensen te lokken. En het ging zelfs zo ver dat mensen zelfs gemeubileerde kamers konden krijgen. Maar zelfs dat hielp niet om de mensen over de Rijn heen te krijgen. We hebben Bram van der Worpen geïnterviewd, want hij heeft in Arnhem-Zuid gewoond. En ook zijn moeder heeft daarvoor al in Arnhem-Zuid gewoond. Het Historisch Museum aan de Beekstraat bood natuurlijk plaats aan heel veel mooie schilderijen. Maar hier zie ik klassieke doeken naast een echte Klaas Gubbels. Ja, dat is echt ook wat wij in het erfgoedcentrum willen, namelijk heden en verleden. We willen het heden met het verleden verbinden. We laten hier niet alleen de geschiedenis zien, maar ook dingen van nu. En daarom hebben we in dit geval nu een prachtige houtsnede van Klaas Gubbels. Toch een beetje de icoon, een icoon van Arnhem, hebben we ook toegevoegd. Dat zie je op meer plekken in het centrum, dat we bewust ook actuele dingen laten zien.
En waar komen al deze prachtige schilderijen nou echt vandaan? Hoe is Arnhem daar aangekomen? Nou, heel veel van onze schilderijencollectie komt uit legaten van adellijke families. Ook, ik zou maar zeggen, van oudsher van het Museum van Oudheden, helemaal uit de 19e eeuw. Daar waren ook al met name de portretten die we hebben, die komen vaak ook daar al vandaan. Bijvoorbeeld een portret van Wessel Knoops, van het Wessel Knoops Genootschap. Maar bijvoorbeeld hier kijken we naar het schilderij van Alexander Verheul. Dat is de stichter van het museum. Hij gaf zijn hele collectie in 1897 aan de gemeente Arnhem. En daar zit ook dat portret weer bij. Dus het komt overal en nergens vandaan, zou ik maar zeggen. Nu heeft de Tweede Wereldoorlog natuurlijk een behoorlijke stempel op de stad gedrukt. Wat is te vinden in het erfgoedcentrum daarover? We hebben verschillende dingen. En bijvoorbeeld, we hebben boeken met kogelgaten van het museum Arnhem, dat toen in de frontlinie heeft gelegen. Dat vind ik zelf altijd wel, dat je de sporen zo in een object ziet. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een we noemen het zelf, het rode poppenjasje. Dat is van een meisje, die had natuurlijk allemaal poppen. En ze moest evacueren, zoals de hele stad moest, alle bewoners moesten evacueren na de slag om Arnhem. En zij moest natuurlijk vertrekken en ze kon haar poppen niet meenemen. En toen ze terugkeerde en in haar oude woning terugkwam, was al haar poppen waren verdwenen. En het enige wat er nog lag, ergens in een hoek, vuil, was een rode poppenjasje. En dat heeft zij natuurlijk altijd bewaard. En het is voor haar natuurlijk ook emotioneel. Maar wij mogen het hier laten zien. En het geeft een beetje tastbaar weer van hoe weinig er eigenlijk van alle bezittingen van de Arnhemmers die terugkwamen over was. Het zijn steeds fragmentarische dingen. En sommige mensen hadden gewoon niks. Gewoon het hele interieur was leeggeroofd. Vitesse mag natuurlijk niet ontbreken aan jullie collectie. Wat zien we hier? We zien hier een voetbalshirt van Vitesse uit het begin jaren 80, toen voor het eerst shirtreclame werd ingevoerd. Akai in dit geval. Een uniek exemplaar van een verzamelaar hebben we dat in bruikleen gekregen. En mensen kunnen hier dus dat shirt gewoon komen bekijken, terwijl het normaal gesproken bij iemand in de verzameling zit. Nou sta je ook voor een kast met allemaal lades. Kunnen mensen dan van alles vinden en veel meer vinden over Vitesse? Ja, in dit geval het onderwerp Vitesse. De laders die hier onder het hoofdobject zitten gaan allemaal over Vitesse of over het voetbal in Arnhem. In dit geval bijvoorbeeld een lade zoals deze, waar de allereerste Europacup-wedstrijd van Vitesse tegen een Ierse club, Derry City, is uitgebeeld. En in deze lade bijvoorbeeld een plakboek, ook weer uit een verzameling van een supporter uit de jaren 70, aangevuld met wat persoonlijke herinneringen. Dat vinden mensen toch erg leuk om te zien. En kun je nou ook vaststellen dat je alles hebt om iets over Vitesse te laten zien, of dat je nog een aantal objecten mist? We hebben toevallig nu nog een hele mooie bruikleen. Dat is een notulenboek, het allereerste notulenboek uit 1892, toen de club is opgericht. Dat is normaal gesproken in het archief te vinden. Nou, dat hebben wij niet in huis, maar we hebben in onze boekencollectie wel een complete collectie van de boeken die uit zijn gegeven vanuit de jubilea van de club. Dus er is ook weer een hoop achtergrondinformatie te vinden. En doen jullie wel eens een oproep aan de bewoners in Arnhem of misschien wel de omgeving om iets in bruikleen te geven? Ja, zoals bij de shirt hebben we echt gezocht naar iemand die deze collectie kan aanvullen. En die oproep die gaat vanuit of relaties of uit een oproep bijvoorbeeld in een krant. Ja, naast Vitesse staat het prachtige aardewerk van Fayence. Wanneer was deze fabriek in Arnhem? Nou, we hebben de Arnhems Fayence fabriek, waarvan we de productie hier zien. Die was in Arnhem van 1907 tot 1934. Maar Arnhem heeft een hele lange traditie op het gebied van keramiek. Dus er was ook een Arnhems Fayence fabriek in de 18e eeuw. Die zien we hier dan even niet. Maar het geeft wel de rijkdom eigenlijk op dit gebied in Arnhem aan. En we hebben ook in Rozet, dus als je met de trappen naar boven loopt, kom je op een gegeven moment langs een hele lange wand. De keramiekgalerij noemen wij die. En daar is 3000 jaar Arnhemse keramiek te zien. Er liggen ook meer artikelen in, textiel. Ja, ik wil een aantal dingen laten zien, maar wat mij zelf steeds in het hart treft, zijn de kniekousen die de kinderen moesten breien. Ik zal hem even de la openmaken. Hier zien we de kniekousen en aan de rechterkant zie je een kniekous. Dat is met een van de kleinste steken is dat gebreid. De meisjes moesten dat eerst breien, dat was al een enorm karwei. En als ze het dan eindelijk af hadden, dan kwam de lerares en die knipte er gewoon weer gaten in. En dan moesten ze het weer opnieuw inbreien. Dus als je goed kijkt, zie je misschien de stoppen. Maar het is zo perfect gemaakt. Het is net als nieuw. En de linkersok, daar zie je het wel. Moesten ze allemaal met verschillende breisteken, moesten ze die gaten weer opnieuw vullen en door middel van inbreien. En je ziet alleen eigenlijk aan de binnenkant dat het
gestopt is. En ja, dat vind ik toch een stukje, ja, ik zal maar zeggen, vakmanschap dat eigenlijk nu niemand meer bijna beheerst. Ja, ik heb het vaak van horen zeggen, maar de jaren 60 en 70, ja, dat was ook wel een mooie periode voor de Arnhemse muziek. Wat kun je daarover vertellen, Ferry? Nou, ik heb het ook van horen zeggen, maar we hebben in ieder geval Alfons Haket geïnterviewd. Alfons Haket is iemand die in de Arnhemse muziek scene eigenlijk vanaf het begin af aan betrokken is geweest. Nou, zijn portret hangt hier en een LP waar hij aan mee heeft gewerkt ligt als hoofdobject in de vitrine. Toen werd hij Alfie Mussels genoemd, stoere naam. Dat paste bij het imago wat behoorde bij de band Long to Ernie and the Shakers. Een van de eerste rockbands in Arnhem die die muziek ook echt uitbaatte en ook het ruige imago van de stad daarin verwerkte. Nou, daar vertelt hij over. Leuk is ook om te vertellen dat hij nog samen heeft gespeeld met Herman Brood, die in Arnhem een kleine tijd gestudeerd heeft, of gestudeerd in ieder geval op de kunstacademie heeft gezeten. En met de Moons, wat eigenlijk de allereerste rockband was, die naam heeft gemaakt in de stad, samen met Alfons Haket heeft gespeeld.